9 uur in, tot s'avonds 9 uur. Je wordt s'avonds om 9 uur, als je de nachtdienst hebt, word je gebeld. Ik kom nu met de bus jouw kant op. En dan heb je de tas, je hebt de telefoon, de chipreader, de bus, die gaat naar jou toe dan. En jij bent dan de chauffeur voor jou, brengen naar huis. Op dat moment gaat jouw dienst in. Ja. Dus dat is het verhaal. En wat kan er dan gebeuren? Word je op je eigen telefoon gebeld? Nee, de ambufoon. Dat nummer wat daarop staat, 06 12 50 12 40, dat is het nummer van... van de dierenambulance. Oh, oké. Okay. Ja. En ja, als de telefoon gaat, dan al dat gelang wat het is, ga je daar op af. Wat kan er gebeuren? Wat komt er mee? Aangereden honden, aangereden katten, aankomen lopen, vogeltjes die gewond zijn, te vroeg uit het nest zijn, of een egel die te vroeg uit zijn winterslaap komt. Herten, zeehonden. Nou, ik ben heel gek met dieren en ik was wat minder gaan werken en mijn man houdt ook erg van dieren en onze hond was net dood. Oh. En toen kwam ik op die activiteitenmarkt. Er tegenaan. Dat is vanavond. Doen we dat? En dan valt, wij draaien bijna elk weekend. Elk weekend? Ja. Omdat we allebei door de week werken. Nee, samen. Oké, leuk. Nou, dat maakt het dus ook. Heel vaak 4 diensten achter elkaar. Dus dat is 72 uur beschikbaar zijn. Ja. Maar ik moet zeggen, s'nachts word je niet vaak gebeld, hoor. Wij doen twee diensten achter elkaar, de dag en de nacht. Oké, dat is geen verplichting of zo. Nee, dat zit wel even anders, hè? Zo. Ik heb wel de stoel voor je. Oh, god. Wat een schitterende wagen, zeg. Navigatie. Mag niet. Les 1. Als je start, voordat je ook al wat gaat doen, pootje op de rem. Want je weet nooit of die niet toevallig toch in een versnelling is blijven hangen. Wilna van de dierenambulance. Ja. Een hele nieuwe wagen. Ja. Zeker wel blij mee. Trots op, absoluut, dat we het voor elkaar hebben gekregen. Ja, zeker. Was het nodig? Ja. Want? Die oude die markeerde zoveel motorisch en dat was niet meer mee te rijden. Nee. Maar het heel veel lawaai ook. Als je het stuur omdraaide, dan kraakte het aan alle kanten. Oké. Okay. Ja. En de inrichting ook anders nu, praktisch? Ja, heel anders, absoluut. Okay. Veel praktischer, ja. Ja. Want met hoeveel vrijwilligers werken jullie nu? 17 ongeveer. 17? Ja. En die ploegendienst allemaal? Ja. 12 uur achter elkaar. Van 9 ochtends tot 9 avonds. En dan van 9 avonds tot 9 ochtends. Oké. Want hoe in de regio, hoeveel van dit soort ambulances zijn er? Of waar zijn jullie regionaal aangesloten? Of is het, wij rijden op Houten, Schalkwijk, Werkhoven, Tullentwaal en 't Gooi. Oké. Dan hebben we ook nog de Heuvelrug. Die rijdt dan in Maren, Doorn, Amerongen, Leersum. En als die geen bezetting hebben, dan nemen wij voor hun waar. Ja. En als wij geen bezetting hebben, dan nemen hun voor ons waar. Oké. En wat zijn nou de leuke dingen die mij meemaakt en wat de minder leuke? De minder leuke dingen zijn dus wel als je iemand moet vertellen dat zijn kat niet meer leeft. En dat hij overreden is of zoiets. Maar als je een hond dus weer bij de baas terug kan brengen en dat is heel dankbaar. Ja, en nu kunnen jullie weer lekker vooruit met zo'n mooie bus. Ja, absoluut. Ja. Okay. Nou, we jaren mee vooruit. Ja, succes ermee. Bedankt.